Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Op dit moment sta ik op de bekende rondjesbrug. En achter mij zie je ook de grote brug waar de auto's overheen kunnen. Afgelopen weken kregen we veel vragen van studenten over hoe bepaalde dingen hier op Curaçao gaan. In deze video zal ik veel van die vragen beantwoorden. Ten eerste kregen we veel vragen binnen hoe dat hier zit met geld. Ze betalen hier met Antilliaanse gulden. Dit is een voorbeeld van een briefje van 10 gulden. En het staat hier ongeveer gelijk aan 1 op 2, dus 10 gulden is bij ons 5 euro. Ik zou alleen niet aanraden om met te veel contant geld te lopen. Je kan eigenlijk overal pinnen, vanaf de winkels, op strandtenten, overal kan je pinnen. Ik pin meestal 1 keer per maand en dat is dan alleen echt om mijn huur te betalen. Dat moet ik contant namelijk betalen. Onthoud wel dat bij sommige lokale strandjes kan je niet pinnen. Dus daarvoor dien je wel contant geld mee te nemen om je strandbedje of het eten te betalen. Het verkeer kan je hier aardig vergelijken met dat van Nederland. Er zijn wel een paar kleine dingen waar je op moet letten. Zo heeft rechts bijvoorbeeld geen voorrang en gaan gewoon alle hoofdwegen voor. Daarnaast, als je hier een ongeluk hebt, ook al heb je een heel klein krasje, moet je precies zo blijven staan zoals het ongeluk is gebeurd. Je moet dan een noodnummer bellen en dan komen er mensen die het gaan analyseren en die er foto's van maken. Dat is soms wel eens heel vervelend, want als het ongeluk midden op een weg gebeurt, dan mag er dus ook niemand verplaatsen. En kunnen er hele lange files ontstaan waar heel het eiland soms wel eens last van heeft. Ook zal ik even vertellen hoe het tanken voor je auto hier gaat. Dat gaat namelijk iets anders dan in Nederland. Op het tankstation dien je eerst bij een loket te pinnen, dat is daar. Je dient dus een bedrag te pinnen dat je ongeveer denkt bij te zijn. En dan is je pomp dus beschikbaar en kan je tanken. Alles wat je daaronder komt kan je daarna gewoon weer bij het loket terugvragen. Benzine is hier niet zo duur gelukkig. Ik ben denk ongeveer voor een hele tank ongeveer 50 gulden kwijt. Dus dat is rond de 25 euro. Er werden ook veel vragen gesteld over het water. Je hebt hier namelijk in de meeste huizen heb je hier geen warm wateraansluiting. Het water is gewoon lauw als je doucht, dus het is absoluut niet koud. En als je rond een uur of 5 gaat douchen, heeft de hele dag de zon op de leidingen geschenen. Dus dan heb je meestal wel warm water. Ik vind het persoonlijk totaal niet erg dat er geen warm water is. Ik vind het juist wel lekker. Zoals ik al zei, het is gewoon niet koud en het is wel lekker afkoelend. En in de eerste paar weken moest ik natuurlijk wel even wennen, maar eigenlijk vind ik het nu heel lekker. Ik zal jullie ook een klein deel van Willemstad laten zien. Hier achter mij is het bekende Wilhelminaplein met de douche en de Curaçao letters. Donderdagavond is vooral leuk in Willemstad, dan is er namelijk Punda Vibes. En dan is deze straat heel gezellig met allemaal live muziek en lekkere eetentjes. En dan zie je aan die kant het vuurwerk. Ik hoop dat ik een aantal vragen van jullie heb kunnen beantwoorden. Mocht je nou nog meer vragen hebben, dan kan je altijd hieronder in de reacties je vraag achterlaten. Of je kan ons een appje sturen. Dankjewel voor het kijken!